Maak jij altijd zo'n douche in Minecraft? Dan doe je dit altijd al fout. We gaan een werkende douche maken en we beginnen even met een gat hier zo te bouwen. En we zetten hier drie mooie stairs neer met hieronder een mooi blok. Dan veranderen we de muur eventjes in mooie quartz hier zo. Kijk, dat ziet er uiteindelijk zo uit. En deze blokken hier zo moeten ook nog even quartz worden. Hoppa. Dan pakken we quartz pilaren erbij en die plaatsen we hier zo. Dan zetten we hier een button neer. En dan maken we hier al even een mooie plafond op. Dan zetten we hier even een hele hoop glas neer op deze manier. Dan zetten we hier boven in de douche een mooie dispenser neer met daarop een trapdoor. Dan zetten we hier in deze dispenser wat water en hier wat redstone erop. En dan maken we hier achter de douche even een systeem zodat de redstone bij de button kan komen. En dan sluiten we het op deze manier aan. En als je dan nu wilt douchen, klik je op de button en komt er gewoon water uit. Abonneer voor meer lifehacks.